we zijn weer helemaal rond. We hebben dus die tour met die twee ECRU gedaan en daaroverheen dus een hele rij, gewoon zonder te meerdere of te mindere, een hele rij Camel eroverheen. Ik heb inmiddels alweer gesloten. En dan kunnen we eens gaan kijken welke rijen dat we nu moeten gaan haken. En we zijn dus hier gestopt bij rij 14. Daar zijn we gestopt, want daar hebben we niet meer gemeerderd. Hè? Daar hebben we gewoon de hele rij alleen maar in Camel gehaakt. En nu gaan we weer beginnen met een ECRU. Dan 2 Camel. Dan een ECRU. Dan 1 Camel en een meerdering. Een ECRU, 2 Camel, een ECRU, een Camel en een meerdering. Dus we krijgen in deze toer, dus per patroon, weer iedere keer een meerdering. Dat gaan we dus nu realiseren en dan zie je ook dat in deze toer, de opvolgende toer, zeg maar dat daar dus geen meerderingen meer zijn. Dus we gaan nu beginnen aan deze toer en we wisselen dus het garen. We zijn natuurlijk gesloten met een Camel. Moeten we nu overgaan tot een ECRU'tje. Goed, je ziet dat ik hier dus ben gesloten met mijn Camel, dus die hoef ik nu even niet. Ik moet nu eerst wisselen naar ECRU, dus dat doe ik dan ook. Dan haak ik 3 ECRU, ik trek mijn Camel, die trek ik aan. Nu heb ik dus mijn ECRU gehaakt, ik laat die weer vallen en ik ga meteen weer over naar de Camel. En ik haak nu gewoon om te beginnen 2 Camel in de volgende steken. Ik neem uiteraard deze keer mijn ECRU wel weer mee. Dus ik haak nu gewoon 2 Camel. Dan wissel ik weer terug naar ECRU. Dan haak ik 1 ECRU en wissel meteen terug naar Camel. Vergeet niet je werkje iets aan te trekken. We hebben nu dus geen meerdering gehad. Nu komt dus een meerdering. Ik haak eerst 1 Camel. En in de volgende haak ik mijn meerdering. Dus dat zijn er 2 in 1 steek. Dan wissel ik weer terug naar ECRU. Ik haak 1 ECRU. Wissel meteen weer terug naar Camel. Ik heb zo even een meerdering gemaakt. Die maak ik nu dus niet. Nu haak ik dus gewoon 2 Camel. Ik wissel weer naar ECRU. En meteen weer terug naar Camel. Je ziet ook dat mijn draden nooit in de knoop komen, omdat ik de ene bol die heb ik hier liggen en de andere ligt aan de linkerkant. En zo hoef je ook niet de hele tijd heen en weer te wisselen. Ik heb hier dus geen meerdering gemaakt en ik moet dus nu wel weer een meerdering. Dus de ene keer maak je er wel één en de andere keer maak je er geen. Ik wissel nu meteen terug naar ECRU. Zo. En dan kun je zien wat dus het patroontje wordt. Je hebt hier een ECRU, dan een meerdering, een ECRU, geen meerdering, een ECRU, wel een meerdering. Nou, dat ga je nu helemaal rondom doen, totdat je weer hier bent en dan zien we elkaar weer terug. Zo, de toer is weer af. En die dekseltjes die wat je hier ziet, dat is gewoon puur omdat je hier die meerdering hebt gemaakt en je krijgt hem gewoon meerdere steken en dan krijg je eigenlijk dat bobbeltje hier. Maar zoals je ziet in het werk verdwijnt dit helemaal. En je krijgt nu echt een schitterende trui. We gaan door met de volgende rij. En we hebben nu net rij 15 gehaakt. We gaan nu door met rij 16. En zoals je ziet is boven de ECRU gewoon een ECRU. Boven de 2 Camel is een Camel. Maar bij de volgende ECRU maken we er 2. Dus gewoon geen meerderingen.
Zoals je ziet, want er staan er hier geen twee onder elkaar. Gewoon twee écru en dan maar één camel. Twee écru, twee camel, twee écru, één camel. En dat dus het patroon loopt eigenlijk van, zeg maar, hier. En dan moet ik even kijken hoor. Tot daar. Dus dit is de herhaling van je toer. Dus 1, 2, camel, 2, écru, 1, camel. En dan begin je weer van voren aan. Dus dit is de herhaling van je toer. En dan kom je vanzelf op het patroon uit. We gaan dit eens even in werking zetten. We zijn hier dus gestopt met een écru. En zoals het patroon zegt, begin ik ook met een écru. Dus het is het eerste wat ik doe, is natuurlijk een écru haken. En ik ga meteen over naar mijn camel weer. Dus maak ik twee camel. En die twee camel komen boven de camel van de vorige toer. Dus dat is het herkenningspunt dat je ook goed zit. Dus dat zijn er twee. Dan wissel je naar écru. En dan maken we twee écru. Gewoon naast elkaar. Zo. Je trekt even aan de camel. Dan maak je één camel. Dat is dan de middelste van die drie. Dan wissel je weer terug naar écru en maak je weer twee écru. Dan wissel je weer terug naar camel. En heb je het herkenningspunt dat je goed zit, je hebt twee camel boven de camel. Dus dan weet je dat je goed zit en kun je de hele rij kun je zo afhaken. Dan wissel je weer terug naar écru. Dat zijn er weer twee. En dan heb je hier de middelste. Dat wordt weer een camel. En zo heb je eigenlijk constant je eikpunten, waardoor je dan weet dat je goed zit. En zo gaat het patroontje helemaal rond. En dan zien we elkaar weer terug hier bij het begin.